Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Smit & Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen. Hallo, mijn naam is Nick Tol en ik ben journalist. Als vliegende reporter zoek ik altijd naar nieuwe verhalen. Regelmatig denk ik tijdens een interview, wat zou het mooi zijn geweest als hier een camera zou hebben meegedraaid. Zo kwam ik terecht bij onze LOVA. Een gemeente vol met bijzondere mensen waarachter we het verhaal niet kennen. En zo meer durven vragen. Welkom bij Op Pad Met. We beginnen deze uitzending op het favoriete plekje van onze gast, de haven van Volendam. Kees Tol, presentator, entertainer en inmiddels een van de meest populaire personages van Nederland. Hoe belangrijk is deze plek voor Kees? Ik kom wel heel graag op de dijk. Niet alleen om te drinken en om dronken te worden. Maar ik woon natuurlijk heel dicht bij de dijk. En ik loop elke dag wel eventjes zo langs de haven, even het water bekijken. Dat is eigenlijk wel een hele belangrijke plek voor mij. Mijn ouders wonen op de dijk. Dus ik heb hier een heel groot deel van mijn jeugd doorgebracht op de dijk. Dus dit is eigenlijk wel voor mij een soort van echt thuis zijn. Ik ben hier eigenlijk altijd. Mijn broer woont ook op de dijk. Dus wij wonen met z'n allen in een soort van, ja, een straal van een kilometer bij elkaar vandaan. Dus ik ben hier bijna elke dag te vinden. Al is het eventjes voor een lopie of voor een colaatje, voor een kopje koffie of voor een broodje. Dus echt, hier ben ik echt helemaal op mijn plek. Heb je daar nog tijd voor om hier vaak te zijn? Ik bedoel, je hebt een druk bestaan? Ik heb een heel druk bestaan, alleen het is niet zo dat ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat non-stop aan het werk ben. Weet je, het is vaak zo dat als ik dan bijvoorbeeld 's middags naar mijn werk moet en het is dit weer, dan denk ik van, goh, nou, eens even lekker even de bootjes bekijken, even langs de haven lopen. Maar je bent wel gehecht aan dit dorp. Zie je jezelf ooit nog vertrekken om bijvoorbeeld dichter bij het vuur te gaan wonen? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik ben erg gehecht aan Volendam. Zoals we hier zeggen, ik ben echt kont. Al mijn familie woont hier, al mijn vrienden wonen hier. Ik heb het onwijs naar mijn zin. En het is in principe heel centraal. Ik bedoel, binnen 20 minuten ben ik in Amsterdam bij mijn werk. 40 minuten ben ik in Hilversum. Dus in principe woon ik heel erg centraal en heb ik niet de behoefte om te gaan verhuizen. Ik zeg nooit nooit, want je weet niet hoe het gaat lopen in het leven. Maar een plekje in Volendam zal ik altijd wel houden, zeg maar. Dus nee, ik ga niet weg. Dat zie ik niet gebeuren. Ben je ook een heel sociaal persoon? Ja. Heel erg. Ik ben heel erg gehecht aan mijn vrienden. Daar heb ik heel veel contact mee. Elke dag wel. En wij zijn ook elke week wel ergens in een kroeg te vinden om ergens een drankje te doen. En dan is het niet zo dat we elke week ladder zat aan de bar zitten, hoor. Helemaal niet zo. Maar we maken wel altijd eventjes tijd voor elkaar om ergens een kopje koffie te drinken. Ja. Maar we kunnen eventueel ook anders eventjes, want ik woon hier om de hoek, dan lopen we daar even naartoe. Dan zitten we even rustig in het zonnetje met een koppie. Zullen we dat even doen? Zal ik even mijn colaatje betalen? Het is hemelsbreed een paar honderd meter lopen naar het huis van Kees. Maar heel snel komen we niet. Hordes met toeristen willen op de foto met de populaire Volendammer. En daar maakt Kees maar al te graag even tijd voor. Nou Kees, komen we hier aan. Het is schitterend weer. Nog een beetje vakantie. Dan verwacht ik hier rijden met fans voor de deur. Nee joh, alsjeblieft. Nee. Die fans de meeste fans die naar Volendam komen, die komen nog echt steeds voor Nick en Simon of voor Jan Smit. En niet voor Kees Tol. Het is meestal zo dat als ze mij dan tegenkomen, is het ook leuk, maar het is gebrek aan beter, om zo maar even te zeggen. Nee, ik heb helemaal niet zoveel last van fans aan de deur. Er komen af en toe wel eens mensen langs. Maar het is dan meer zo van als ik bijvoorbeeld buiten zit, weet je, voorom zeg maar, op mijn straatje. En ze zien me zitten, dat ze denken van, goh, daar zit Kees Tol, wip eventjes langs. En ze bellen ook wel eens aan, maar het is niet zo dat ik Jan Smit praktijken heb hier voor de deur, gelukkig. Maar je bent wel een beetje uitgegroeid tot de knuffelbeer van Nederland. Is dat zo? Ja, vind je wel niet? Nee, zo zie ik mezelf helemaal niet. Nee. Nee, ik doe gewoon mijn ding en dat doe ik met heel veel plezier en heel veel passie. En heel veel liefde voor het vak. Maar knuffelbeer van Nederland, zo heb ik mezelf nog nooit gezien. Ik denk er nog heel even over na. In onze gemeente kennen we Kees natuurlijk allemaal. Maar waar begon zijn landelijke tv-boost? Ja, weet je, het is allemaal jaren geleden begonnen natuurlijk bij gewoon Jan Smit. De reality soap omtrent Jan Smit. En van het een ben ik in het ander gerold. Toen daarna kwam de zomer voorbij. En toen heb ik een aantal jaren The Dream gedaan met Nick en Simon. Doe ik nog steeds overigens. Ja, en zo word je van vriend van Jan Smit op een gegeven moment een beetje, ja, je eigen persoonlijkheid, om het zo maar te zeggen.
Maar of ik de knuffelbeer van Nederland ben, nee, dat geloof ik niet. De entertainer dan? Nou ja, gewoon, ik doe wat ik zeg, ik doe gewoon mijn ding en dat gaat goed, denk ik. Mensen vinden het leuk om naar me te kijken, althans dat idee heb ik. En dat krijg ik ook wel terug te horen op straat en op social media. En ze vinden het leuk en dat vind ik het belangrijkst. We zien je tegenwoordig bijna elke dag wel op tv voorbij komen. Wat doe je tegenwoordig allemaal precies? Ik werk bij SBS6 en dat is mijn werkgever en daar sta ik onder contract. En dat betekent dat ik programma's moet maken voor SBS. En dat doe ik met heel veel plezier. Zo heb ik bijvoorbeeld nu een programma lopen op zaterdagavond. Dat heet Met de Deur in Huis. Dat is een amusementprogramma. Studioprogramma met een panel. En ik presenteer dat. Ik heb onlangs een documentaire gemaakt over albino kinderen in Tanzania. Een 2 uur durend programma waarin wij sponsors wilden werven voor het Lilianenfonds. Want albino kinderen worden gezien als geluksbrengers en die worden daar vermoord en verminkt. En daar moest dus geld voor komen om die kinderen op te vangen. Dus dat heb ik gedaan een tijdje terug. Ik presenteer shownieuws 2 tot 3 keer in de week. En er komen ook een aantal nieuwe dingen aan bij SBS. Daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Maar daar zijn we ook druk mee. Dus ik heb een aantal lopende dingen en dingen gedaan. Welkom. Vandaag ging er een schok door heel Nederland. Nou kijk, dit is onze kleedkamer. Hier zitten we dan elke dag. Kijk, daar zit Evert. Wie heb je allemaal bij je? Nou, dit is de lokale omroep. Oh, heel Volendam heb je heel bij Volendam, je. Kijk. Hallo Volendam, hoe is het? Vandaag hebben wij met z'n tweeën nou, het voor het zeggen. Dienst, hè? Ja, het voor het zeggen. Wij gaan het land toespreken vandaag. Normaal gesproken zitten we met z'n drieën aan de desk. Maar vandaag doen we het met z'n tweeën. In Stockholm. Maar dit gaan wij redden, toch? Het rijdt bijna alleen. Ja, shit. Het gaat goed komen. Nou, het lijkt allemaal heel veel glitter en glamour op de Nederlandse televisie, maar het valt eigenlijk hartstikke mee. Kijk, dit is bijvoorbeeld onze eindredacteur Arjan. Arjan, genoeg over mij, wat vind jij van mij? Ik vind jou dus echt fantastisch. Ja? Zonder Kees waren wij nergens geweest. Het programma wordt gedragen door Kees Tol. Kijk, we gaan naar de studio. We lopen eerst eventjes langs de regie. Willen jullie allemaal even zwaaien naar de lokale omroep Volendam? Hallo! Welkom. Nou, en hier zijn we in de studio. Dit is de studio waar Hart van Nederland wordt uitgezonden, maar ook shownieuws. Het is zeg maar één gezamenlijke desk. Dit is Brit. En Brit verzorgt de autocue. De autocue is eigenlijk de tekst die in de camera's verschijnen en die lees jij als presentator dan op. Zij typt het hier zeg maar allemaal in. En dan zie je hier bijvoorbeeld, goedenavond, dit is shownieuws met vandaag. De familie van Prins, die anderhalve week geleden overleed, is verwikkeld in een felle strijd om de miljoenen die de zanger heeft nagelaten. Ik zeg ook altijd zo, het is zwaar, het is veel. Maar elke ochtend om 5 uur opgehaald worden in een bouwbus om vervolgens in Nederland ergens in de bouw te staan, dat is veel zwaarder, zeg ik altijd maar. Heb je wel eens zorgen gemaakt dat het niet zou lukken? Nou, maak ik nog steeds wel eens. Kijk, wat ik zeg, het televisievak is heel erg onzeker. En met name als je met je kop op tv komt. Mensen vinden wat van je. De een vind je leuk en de ander vind je niet leuk. Dat kan. Maar als een heleboel mensen je op een gegeven moment niet meer leuk vinden, dan gaan de televisiebazen dat ook doorhebben en dan heb je gewoon geen werk meer. Dus de ene dag ben je nog super hot en de andere dag ben je niet meer hot en zit je zonder werk. Je bent zeg maar net zo hot als je laatste succes. En als jij een aantal keren geen succes hebt gehad met het programma, ja, dan is het gewoon klaar. Het kan echt zomaar, het kan morgen over zijn. Ik bedoel, ik kan jou een lijstje geven met de televisiepresentatoren en televisiepresentatrices die ooit enorm succesvol waren en die echt de grootste programma's hadden en the sky was the limit. En die zie je nu nooit meer. Ja, wat doen die mensen nu dan? Weet je, zijn ze eigen kroeg begonnen of zijn ze achter de schermen nog werkzaam bij de televisie? Daar zijn er een heleboel van en dat kan mij ook overkomen. Kijk, nu gaat het lekker. Maar ja, ik weet niet hoe het er over volgend jaar uitziet of over 2 jaar. En hier zijn we bij de smink, oftewel de make-up. En kijk, daar zit mijn collega Sandra al. Hey, Kees. En die presenteert vanavond Hart van Nederland. Absoluut. Lokale omroep Edam Volendam. Nou, welkom. Ik geef eventjes een rondleiding. Hier worden we mooi gemaakt van hij. Best een klus, hè? Elke dag. Moet elke dag opgelapt worden. Wat is Kees voor een collega? Kees is een ontzettende lieverd. Hij is oprecht geïnteresseerd. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Heel positief, heel gezellig. Ik vind het een oermens.
goed, heel leuk en lachen en vrolijk. En, ja, we zitten hier soms avond op de bank te kijken naar, naar de verschillende zenders en ja, dat is gewoon onze huiskamer een paar keer in de week. Ik heb zijn moeder wel eens horen zeggen op een bootje van ja, dat is wel altijd als hij een kleine jongen al wilde en die kant gaat het nou aardig op en ja, dat zie ik ook wel goed. Ik weet dat ze hier bij SBS alle vertrouwen erin hebben dat ze met Kees een hele goede naam in huis hebben en ik geloof ook wel dat hij het zelf bij SBS heel erg naar zijn zin heeft. Dus ja, dat komt allemaal wel goed met kleine Kees. We gaan ontzettend intensief met elkaar om en als je dan met collega's te maken zou hebben wat vervelende mensen zijn, dat maakt het werk hier een stuk onaantrekkelijker. En Kees is een van die mensen, zoals een heleboel hier trouwens hoor, maar die het werk heel aantrekkelijk en gezellig en vrolijk maken. Ja, ik vind dat hij het geweldig doet. Het is natuurlijk gewoon een enorm talent. En dat zie je ook. Hij kan eigenlijk alles. Hij kan de straat op, hij kan goed met mensen, hij doet het leuk in de studio. Dus ik denk dat het een multitalent is waar we nog heel veel van gaan horen en zien. Maar je zegt net, ik hoor aan de reacties dat ze positief over hem zijn. Lees je nog steeds alle reacties? Nee, ik lees niet alles, want dan word je gek. Want vooral social media en Twitter en dat soort forums zijn voer voor mensen die zeg maar het thuis minder goed hebben. En dan kunnen ze al hun agressie kwijt op social media. En dan kunnen ze lekker allerlei mensen zwart gaan maken. Dus ik, ja, daar ga ik geen tijd aan voor doen om dat soort dingen te lezen. Alleen ik vind het wel belangrijk om te kijken van oké, als ik bijvoorbeeld net een programma heb gemaakt en dat is op de buis geweest, ja, dan wil ik wel een beetje de algemene mening weten van de kijker. Dus ja, dat hou ik wel in de gaten. Als je nou terugkijkt op de afgelopen 5 jaar, ben je dan ook echt gegroeid in de loop der tijd? Nou, vind ik wel. Je moet je voorstellen dat ik ben begonnen bij gewoon Jan Smit, hè, met Jan Smit. En bij De Zomer Voorbij. En dat heb ik, dankzij Jan heb ik dat allemaal mogen doen. Maar ja, in die tijd stond ik niet voor een camera te presenteren. Weet je, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Meedoen aan een realityprogramma of een amusementenprogramma presenteren of shownieuws presenteren of een documentaire maken over albino kindjes en dansen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dus dat heb ik echt wel moeten leren. En daar ben ik zachtjes aan ingerold. En door constant heel kritisch naar jezelf te blijven kijken en de juiste mensen om je heen te verzamelen die dan ook kritisch naar je kunnen kijken, heb ik in de afgelopen paar jaren denk ik wel wat geleerd en ben ik wel gegroeid. En ik moet je ook zeggen, door het te doen, weet je, door vlieguren te maken, door veel voor die camera te zitten en je mag ook best een paar keer op je bek gaan, maar door het te doen, ja, daar leer je gewoon het meeste van. Dan zien we voor tv altijd de vrolijke en optimistische Kees Tol. Ben je, als je thuis bent, ben je dan ook wel eens chagrijnig? Mijn ouders zeggen altijd dat ik dat ik op tv veel gezelliger ben dan in het echt. Ik geloof daar trouwens niet zo erg in, want ik kan in privé ben ik ook wel heel erg gezellig. Maar tuurlijk zit ik ook wel eens in de put. Het is echt niet zo dat ik hier elke dag lachend op de bank zit of zo. Nee hoor, ik kan ook heel serieus zijn en heel perfectionistisch ook zijn. En ik kan heel drammerig zijn en mijn zin doordrukken. Dat weet ik van mezelf, dat ik zo ben. En die vrolijke Kees, dat is maar een onderdeel van wie ik ben. Dat is niet de volle 100%. Hoe ziet zo'n baaldag van Kees er dan uit? Ik kan flink chagrijnig zijn. Je bent voor het Liliana Fonds in Tanzania geweest om albino kinderen te helpen. Heeft dat je echt geraakt? Ja, dat zijn wel de dingen die je eventjes doen denken inderdaad. Het was best een heftige reis. En als ik dan bijvoorbeeld een moeder spreek waarvan haar kind vorig jaar is ontvoerd, een baby van 1 jaar oud, en vervolgens een aantal dagen terug is gevonden zonder ledematen, zonder armen en zonder benen, in een kuil in een bos, omdat men denkt dat die armen en die benen geluk brengt. En als zo'n vrouwtje dat dan vertelt tegen jou, ja, dat raakt je wel, weet je, dan ben je daar best wel een beetje van in de war. So Esther, it's now a year ago that your youngest son Joanna was taken away from you. Can you tell me what happened? Walikuja tarehe 15 mwezi wa pili, ilikuwa Jumapili usiku saa 1, wakanikata na kunianza kunyang'anya mtoto. Nikaja nikapiga mpaka hapa. Mara ya pili wakarudia wakakata mkono. Wakakata mkono na nguvu nikaishiwa, ndo wakapeleka Yohana. Yaani pale kwa kuja fahamu niko Bugando. Baada ya kumaliza miezi 5 ndo wakaniambia mtoto wako ameshachukuliwa, amekufa.
Ach, jongens, jezus. Ach, jongens, toch. Ik denk dat ik nog nooit zoiets gruwelijks en onrechtmatigs heb gezien in mijn hele leven. Ach, kom. Maar ja, de week erna zit je weer aan de desk bij Shownieuws en dan moet je weer een nieuwtje vertellen over Sylvie. Dus je bent de hele tijd aan het schakelen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer het leukste van mijn vak. Blijft er ook nog tijd over voor de ideale man, de ideale partner? Qua liefde bedoel je? Ja, tuurlijk, daar is altijd tijd voor. Ik vind het altijd onzin om te zeggen van ik heb het te druk voor een relatie. Alleen ik heb hem niet. Dus dat is, ik ben daar eerlijk gezegd ook niet zo heel erg mee bezig. Omdat ik misschien een beetje druk ben. Maar als diegene ineens voor mijn deur staat of ik kom diegene tegen, ja, dan maak ik daar tijd voor. Maar het is niet zo dat ik naastig op zoek ben of iets. Nee. En dat kunnen mijn vrienden allemaal beamen, want dat is ook het vervelende, weet je. De vrienden die ik heb, en dat zijn er een heleboel, dat zijn allemaal hetero's. En het liefst zit ik gewoon hier op de dijk in Volendam bier te drinken in de molen. Ja, en daar kom je me niet snel heel snel tegen. Dat is gewoon een feit. En dan nog even over Dance Dance Dance. Ja. Wat doe je met Annemarie Hoek? Ja. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Nou, Dance 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 is een dansprogramma bij RTL 4, waarin zeg maar bekende Nederlanders videoclips na gaan dansen van wereldsterren. En vorig jaar was dat een enorm groot succes. En ik ben dit jaar benaderd of ik dit jaar mee wilde doen. En dat moet je dan doen samen met een familielid of met een vriend of vriendin. Dus ik heb toen Annemarie Hoek gevraagd. Annemarie Hoek is een hele goede vriendin van mij. Dat is de vrouw van Simon Keizer, van Nick en Simon. En die kan onwijs goed dansen. Dus toen ik gevraagd werd voor dit programma, toen dacht ik, oké, wie ga ik hiervoor vragen? En wie heeft die tijd voor? En wie zou dit leuk vinden? Ja, toen kwam ik al snel uit bij Annemarie Hoek. Dus wij zijn samen dat avontuur aangegaan. En wij zijn nu al zo'n 6-7 weken bezig met zo'n minimaal 16 uur in de week te trainen voor Dance Dance Dance. Heel zwaar, maar ook heel erg leuk. En hoe zien die trainingsweken er dan uit? Nou ja, zo'n je traint zo'n 2 tot 4 uur per dag. En meestal wel 3 tot 4 dagen per week. En dan ben je echt bezig met een choreograaf om te kijken van oké, jij danst vandaag Britney Spears, ik zeg maar eventjes wat. En die clip ziet er zo en zo en zo uit. En wij gaan dat exact hetzelfde nadoen. En daar ben je uren mee bezig. Kijk, een professionele danser die heeft dat zo onder de knie. Maar dat zijn wij niet. Dus wij hebben er echt wel heel veel tijd voor nodig om dat een beetje onder de knie te krijgen. Maar jij kunt ook wel aardig dansen, toch, van jezelf? Ja, dat zeggen ze. Ze zeggen dat ik aardig kan dansen, maar ik kan dus niet dansen. Als jij dus al die dansers ziet waar ik nu mee dans, kan ik niet dansen. En ik moet heel erg mijn best doen om enigszins een beetje in de buurt te komen. Maar je zou denken, zo'n programma biedt dan alleen maar voordelen. Ik bedoel, je leert dansen, aftraind lijf en je krijgt er nog voor betaald ook. Ja, daarom doe ik het ook. Het is echt gewoon op het hoogste niveau een show neerzetten. Met zo professioneel als dit, ja, ga je het nooit meer tegenkomen. Ja, ik vind dat heel erg stoer. Maakt jouw kans om te winnen? Nou, wat ze heel goed doen bij Dance 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 is ze halen al die kandidaten uit elkaar. Dus wij weten van elkaar niet hoe wij dansen. Dus ik weet niet hoe mijn tegenstanders het doen. Ik weet wel dat Annemarie en ik lekker meedoen. Alleen, ja, ik weet niet wat het niveau is van die anderen. Wij gaan natuurlijk wel voor de winst. Het gaat Kees voor de wind in de televisiebranche. Was het altijd al zo'n droom om dit te gaan doen? Ja. Ja. Ja, ik was echt altijd wel bezig met dit vak op een of andere manier. Je zou denken dat ik misschien de muziek in zou zijn gegaan, omdat dat toch een soort van bij ons aanwezig was. Maar dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik vond tv altijd veel leuker. En toen ben ik ook al vrij snel bij een toneelvereniging terechtgekomen.
Ontspogen? Nee, eerst nog de toverbal in Edam. Dat was kindertoneel. En daarna bij Ontspogen inderdaad. Omdat ik dat toch, ja, dat, niet dat dat exact hetzelfde is, maar dat optreden, toch een soort van in de belangstelling staan, lampen, lichten, studio, een toneel. Dat heb ik altijd heel erg interessant gevonden. Maar toen kwam dat presenteren een beetje om de hoek kijken. Waar is dat begonnen? Dat is allemaal begonnen bij de LOVJ, toch? Ja, Johan Veerman, die heeft mij toen destijds een keer gevraagd van, goh, we willen een programmaatje maken voor de lokale omroep. En misschien is het leuk als jij dat gaat presenteren. En ik had toen nog nooit voor een camera gezeten. Ik denk, ja, Jezus, kan ik dat wel? En hoe gaan we dat doen dan? En dat was toen het programma Straatpraat. Nee, ik zou niet weten. Nou, ze kijkt er in ieder geval ontzettend intelligent bij. Ja. Maar er gaat toch een antwoord uitkomen. Nee. Ja, er gaat een antwoord uitkomen. En een kleine tip, zoek het niet bij haar. Wat was je leukste moment uit Straatpraat? Ach jeetje, het is wel heel lang geleden hoor. Nou, wat gewoon heel erg leuk was, was sowieso dat al die gasten naar de studio kwamen en we hadden heel veel lol onderling. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik bijvoorbeeld met een foto van een droogpaal, een Volendamse droogpaal, naar Amsterdam ging. Want een droogpaal, dat is eigenlijk iets wat we hier in Volendam kennen. En in Amsterdam weten ze niet wat het is. En dan vroeg ik aan de mensen daarvan, joh, weet je wat dit is? Ja, en er was een meisje die daar heel erg geestig op reageerde. En die had dan ook weer een aanstekelijke lach, waardoor ik ook weer moest lachen. Dus dat waren wel leuke momenten. Maar je ziet wel aan mij dat dat nog heel erg onwennig is allemaal of zo, weet je? Dat ik dan ineens met een camera op pad moet en mensen moet gaan interviewen. En... Maar ik weet wel dat was een leuk moment. Dat is een vlaggenmast. Ik denk op de haven of op een boot. Maar ik denk op de haven eerder. En dan worden de vlaggen ingehezen voor als het slecht weer is of goed weer is, denk ik. Ik denk een onderdeel van een boot of zoiets. Dat is van het elektriciteit. Waar elektriciteit doorloopt en zo. Nee, dat loopt zo, toch? Lach niet jij! Het is een mast van een boot. Ja, een mast. Lachen die vlezers. Die interviewers altijd zo. Ik word gewoon uitgelachen. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Hè? Nou jongens, inzoomen. Nou, we zijn gelovig hoor. Maar je had toen meteen de smaak te pakken, want je begon daarna meteen met een nieuw programma weer. Ja, daar heeft wel een tijdje tussen gezeten, geloof ik. Maar toen ontstond het idee om een rip-off te maken van Life and Cooking. Het programma van Carlo en Irene. En wij zouden daar dan de Volendamse variant van maken. Love, lokale omroep van Volendam, en Kicking. En dat deden we met een vast team. En Jenny Smit en ik presenteerden dat dan. En we hadden al gelijk vanaf het begin, we gaan nu een programma maken voor de lokale omroep. Maar we willen wel dat het een bepaald niveau heeft. Weet je, we willen wel dat het echt goed uitziet en met een goed decor, goede gasten, leuke filmpjes, leuke instarts. Nou, op een of andere manier lukte alles en hadden we op een gegeven moment een heel decor met keuken en oven en alles erop en eraan. Niels Keur gevraagd of die al onze vaste kok wilde zijn. En alles viel op zijn plek. En toen gingen wij dat programma maken. En dat bleek achteraf een daverend succes te zijn. Echt, ik had het idee dat heel Volendam op zondagmiddag om 12 uur, wanneer wij uitzending hadden, voor de buis zat. Nou, voor deze laatste Love of Kicking hebben we toch nog een fantastisch weerbericht voor jullie. Deze week een zomerse week. We gaan zo starten, dan is het weer bijna 12 uur. Dan gaan we live voor jullie misschien nu alvast alle telefoons uitzetten. Zildan deed ik alles overnieuw. Hallo, we zijn er weer. Voel bijna als. Ik viel bijna. Ik als lekker binnenkomen. Als thuiskomen voelt het Jen. Sjaki Sjaki. Nou, daar heeft Bill Duin, dat is een hele goede vriend van me, die heeft daar wel een hele dikke vinger in de pap. Eigenlijk is het idee bij hem ontstaan. Hij is meester in mensen imiteren. En eigenlijk hebben we een hele
hele groep Volendammers gepakt. En die hebben we door elkaar gehusseld. En daar kwam Sjaki Sjekkie uit. Want als je heel goed kijkt, zie je nog steeds wel een aantal Sjaki Sjekkies rondlopen in Volendam. En het was een combinatie van een aantal mensen. En daar hebben we Sjaki Sjekkie van gemaakt. Wat moet je? Vind jij van die palingshow? Wat hoef ik van die palingshow van? Daar is een transfer, is het voor de televisie of zo? Weet je wat dat voor het is? Ik had ook wel eens een kaartje meegemaakt, weet je. Wij stonden toen, weet je, op zo'n hoe zou je dat ook alweer? Hoe zou je dat nou alweer? De caravan. En wij stonden op de caravan, weet je. Maar de camping. De camping, ook goed. Maar dat moest nou weg, weet je. En toen was ik daar met mijn haren baf, met Tamita. En toen, weet je, toen heb ik op een gegeven moment, toen was die caravan weg. En toen ging hem niet ook weg, want ze kon er niet meer uit. Ze zeg, jij nou bent te lang. We moesten echt alles zelf doen. Van het timmeren van het decor tot aan het bedenken van de filmpjes, tot aan het draaien van de filmpjes, het monteren van de filmpjes, het uitschrijven van de interviews, het benaderen van de gasten. Alles moesten we. We hebben echt alles zelf gedaan. En als jij het tv-vak leuk vindt, ja, dan is dat de allerbeste leerschool die er is. Of het nou lokale omroep is of nationale televisie. Dit is de beste manier om het te leren. Door alles zelf te maken, zelf te bedenken en zelf te doen. Dus ik heb daar heel veel aan gehad, ja. Maar naast Sjaki Sjekkie volgde de White Wankers en dat was ook weer een hit. Ook dat was weer een hit. Maar ook omdat we het weer zo over de top hadden getrokken allemaal. En volgens mij kwam dat idee ook weer van Bill Duin. Want die had weer een bepaalde tekst en dat sloeg weer helemaal nergens op. Het waren pikante teksten, hè? Het waren hele pikante teksten, konden eigenlijk echt niet. I got several bottles left. She is pumping in my pants. I got several bottles left. She is pumping in my pants. I got several bottles left. Maar goed, 90% van Volendam wist niet eens waar het over ging. Mijn moeder had kippenvel over, al zo mooi vond ze. Maar... Maar het was natuurlijk verschrikkelijk. Maar omdat we ook daar weer zoveel aandacht hadden besteed, weet je, met het opnemen van het liedje, met het maken van de videoclips, met het bedenken van de personages. We gingen echt all the way foto's gemaakt, strooikaarten gemaakt. Ja, dan zit je met een team bij elkaar om te denken van ja, wat gaan we nu weer doen? En ik had dan het geluk, of ik heb nog steeds het geluk, dat ik een hele goede vriend heb die niet helemaal goed in de bovenkamer is, Bill Duin. En die komt, de ene keer kwam hij weer met dit aangezet en de andere keer kwam hij weer met dat aangezet. En dan zei ik weer, Bill, sorry, maar ik ga ook dit weer gebruiken. Dit is namelijk te grappig. En dan gingen wij dat weer uitwerken. En op een gegeven moment heb ik Bill ook zelf gevraagd. Ik zeg, Bill, je moet gewoon een keertje meedoen met zo'n filmpje. En toen hebben we de botterlui bedacht. Hoe heet het ook weer? De Loegers. En toen hadden we bedacht, nou, dan gaan we een aflevering namaken van de palingssoap. En dat hebben we gedaan. En Bill en ik waren dan de Loegers. Dus wij gingen met z'n tweeën op die botter en dan gingen we ook varen. En Jack Loegers zat zelf achter het stuur, want wij kunnen natuurlijk geen botter bevaren. En wij gingen de Loegers nadoen. Weet je wat het is? Vroeger hadden wij 23 wichtjes op inschotknoop. Tegenwoordig is dat wel af. Wel even. Wel even, jongen. Visserij is loterij, hè? Iedere dag doe je muurskiet om in leven te blijven. En de andere dag is het al sapjes tijd. Je moet maar eerst licht houden, je weet je wil het lagen breken. En dat voor mij dan. Een van de typetjes was ook Vincent. Vincent van de kermistent natuurlijk. Ja, dat was voor mij op dat moment voer gewoon om te gebruiken. Ik denk, die man, dat is een karikatuur. Die moet ik nadoen.
Dus ik had op een gegeven moment een rode lippenstift gehaald. Die heb ik op mijn gezicht gesmeerd. Uitgesmeerd. Een blond krullend pruikje op. Een kussen onder mijn overhemd. En ik was Vincent. Al jaren een kermistent hier op Slobbeland. Slobbeland is een soort recreatiegebied voor de zomer. Daar liggen dan duizenden kinderen liggen hier op dit land. En ik heb met nog een aantal vrienden hebben wij een kermistent. Ja, en die gaan wij nu opzetten, je weet wel. Kijk, en dat is mijn vriendin Engel, Anna. Komt uit Brazilië. Waar staat je? Als je nou terugkijkt op je nog jonge carrière, wat is dan tot dusver het absolute hoogtepunt? Ach jeetje, ik heb in 2013 hebben wij met Wie is de Mol, in het seizoen dat ik de Mol was, de televisiering gewonnen. Dat is natuurlijk dé televisieprijs van Nederland. En in datzelfde jaar, of eigenlijk op diezelfde avond, vond ik ook de Talent Award. Dat was een persoonlijke prijs. Dat was wel een hele bijzondere avond. Als je dan in Carré met toetbekend Nederland, met alle mensen die ertoe doen in de Nederlandse televisiewereld, dat je daar dan die twee prijzen wint. Ja, dan is dat wel een soort van hoogtepuntje tot nu toe. De winnaar van de Televisier Talent Award 2013 is... Kees Stol! Natuurlijk ook met mijn ouders die elke dag op Facebook plaatsen van joh, stem nog eventjes op mijn Kees. Nou mam, hier sta ik. Dank jullie wel. Kan het voor jou nog hoger dan dat? Ja, je hebt nog een prijs hoger. Dat is de televisiester. Maar daar heb ik nog eventjes voor. Misschien dit jaar. Nee, niet hoor. Nee, dat zou heel erg te gek zijn als je die ooit wint. Maar daar ben ik nog niet, joh. Dan sta je echt in het rijtje tussen... De Humberto Tanne en de Johnny de Molle en dat soort mensen. Misschien ooit. Na de montage zijn we het er helemaal over eens. Kees is toch wel echt de knuffelbeer van Nederland. Maar knuffelbeer van Nederland, zo heb ik mezelf nog nooit gezien. Vind jij dat dan? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Smit en Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen.